In een extra ingelaste raadsvergadering is donderdagavond de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Wat er nu gaat gebeuren is dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken er een advertentie geplaatst gaat worden op belangrijke sites en bladen waarin kandidaten kijken naar vacatures voor een burgemeesterschap. Dan is er 3 weken de tijd, dat zal in de loop van de volgende week zal dat geopend worden. Dan kunnen mensen binnen 3 weken een brief schrijven. Dat doen ze gericht aan de majesteit, de koning, maar door tussenkomst van de commissaris in Zuid-Holland. Dus die brieven komen bij mij op mijn bureau. Ik maak dan een eerste voorselectie. Ik ga praten met mensen die ik uitnodig, die mij nieuwsgierig gemaakt hebben. En ik maak dan een eerste voorselectie van geschikte kandidaten die passen ook binnen het profiel van Zoeterwoude. Nou, heeft u aangegeven dat het om 1 termijn gaat. Dat is bijzonder. Waarom heeft u dat gedaan? Nee, laat ik zeggen wat ik heb gezegd. Ik zeg wees reëel in de ontwikkeling in de Leidse regio. Ik heb ook gezegd ik haal hier niet het fusiemonster van tafel of dreig met wat dan ook. Maar ik wil wel hebben dat het gesprek, dat heb ik in Oegstgeest destijds ook heb ik erop aangedrongen toen daar een nieuwe burgemeester kwam. Wees realistisch, blijf met elkaar in gesprek waar het gaat om de Leidse regio. En blijf ook kijken of je dit, zoals ze dat zelf ook formuleren in Zoeterwoude, of je die zelfstandigheid tot in lengte van jaren kunt volhouden. Of dat je manieren vindt om dat wel te doen. Maar ik wil gewoon dat er met een realistische blik gekeken wordt ook naar de toekomst van een gemeente als Zoeterwoude. Het is veruit de kleinste gemeente in Zuid-Holland. Ik dring helemaal niet aan op gij zult dit of gij zult dat. Maar dat is de reden geweest waarom ik zeg, ga nou eens uit van een realistische verwachting van 1 termijn. Het kan best zijn dat het meer wordt, maar ik wil hebben dat het gesprek, dat het aan tafel gevoerd blijft worden over de toekomst van gemeenten hier in de Leidse regio. Wij hebben het liever over tenminste 1 termijn dan over maximaal 1 termijn. En de commissaris gaf het nu ook aan. Maar we zien hoe het loopt. Er zit in ieder geval geen harde deadline op. Alleen zoals wij ook al hebben proberen te vertellen net. We moeten gaan kijken hoe het gaat lopen. In de regio, in gemeenteland. Er zijn volgend jaar weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat gaat dat betekenen voor de lagere overheden? Er komt een nieuwe burgemeester. En met die nieuwe burgemeester gaan wij aan de slag. En hopelijk heeft de nieuwe burgemeester na 6 jaar hier zo naar zijn of haar zin dat die zegt, want dan weet je wat, ik blijf er nog 6. We hebben in de profielschets duidelijk staan dat we hechten aan onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar juist daarom is samenwerken in de regio voor ons heel belangrijk. We hebben een klein ambtelijk apparaat in verhouding met de andere gemeenten. Dat hoort natuurlijk ook bij de omvang van de gemeente. Maar juist daarom hebben we ook wel eens de hulp van anderen nodig. En moeten we samenwerken om onze taken goed te kunnen doen. Want er moet nogal wat. Er worden allerlei grote opgaven op het vlak van energie, jeugdzorg, dat soort zaken bij ons neergelegd. En dan moeten we echt met elkaar in een grotere omgeving dan alleen Zoeterwoude aan de slag om dat goed te kunnen doen.